herpen, vergeef me als ik deed wat dat niet mag. Mijn hele fucking leven is verpest door wie ik was. Herpen, vergeef me, ik ben niet meer wie ik was. Ik denk niet meer aan dit leven, ik denk eerder aan mijn graf. Soms ben ik me niet bewust van de dingen die ik doe. Ja man, vertel Sofia man, waar zijn we nu man? Dit is Antwerpen? Dit is Antwerpen bro, dit is België. 2060, Stavenberg, Vizé. Dit is de buurt waar we zijn opgegroeid, bro. Je 1-0-1 bar sessie ging super snel over een miljoen heen. Hij ging niet normaal snel. Zelf had ik dat nooit verwacht. Deze boys hadden het niet verwacht. We zijn uit niets gekomen, snap je? 4 maanden geleden was ik niemand. Ik dropte ineens die 1-0-1 bars. Wees op je hoede, voor je het weet zal de dood je bezoeken. Soms wil ik terug naar die tijden van vroeger, want broeders van toen zitten nu aan de poeder. Straat is de plek voor talenten verspillen, moordje verdelen, een jasje moet zitten. Die meid met klassiek nu aan de pillen, een saartje zit nu achter ramen te strippen. Maar vanaf dat die eerste 101 bar sessie uitkwam, en natuurlijk ook je clip ging al lekker, maar toen kwam die 101 bars erachteraan. Wat is er toen allemaal gebeurd? Wat voor mooie dingen heb je allemaal meegemaakt? Wat voor mooie ding, bro. Alles gewoon. Letterlijk alles wat ik ken, wat je in je hoofd hebt op vlak van muziek. Alle labels hebben me zeg maar gecontacteerd. Ik heb met de ziekste artiesten, mensen waar ik zelf naar opkeek, daar sta ik gewoon naast nu, snap je? Dus de views die blijven maar stijgen. Rustig aan begin ik ook te verdienen met de muziek, boekingen. Van alles, bro. Van alles begint naar me toe te komen. Wat ik opmerkelijk vond aan jou, is dat zeg maar, we leven nu in een tijd waar de straatleven heel erg opgehemeld wordt door rappers. En jij doet eigenlijk het tegenovergestelde. Klopt man, ik probeer die goede jongen te zijn, dus, snap je? Ik ben altijd ook tussen mijn vrienden en zo. Ik was altijd die jongen die ze zei van nee, doe dit niet, doe dat niet. Maar zelf ben ik er een beetje ingerold. Maar het is zo broer, er is iemand nodig in deze scene die juist het tegenovergestelde gaat doen van al hetgene dat de anderen doen. En dat probeer ik nou te doen. Stel dat het je laatste dag was en je morgen in je graf lag. Zou je dan nog trekken van die jonkon als die aspak? Zou je dan nog stekken voor die milie op je bankpas? En zou je dan nog appen naar die via WhatsApp? Zou je dan nog doen wat je doet elke dag? Of zou je dan doen wat dat Allah je vraagt? Want velen zijn verloren gelopen of lopen traag. Praat al op met de tijd, want morgen is al te laat. Hoe is de fame nu gewoon? Want ik neem aan dat iedereen gewoon hier in Antwerpen gewoon met jou op de foto wil. Broer, ik was gisteren had ik een meet and greet gehouden voor de school. Ik dacht van oké, 100 man max of zo. Er stond letterlijk 1000 man daar, broer. Letterlijk gaat het van Antwerpen, de flikken, mooi, de blauw stond daar ook. Het was een wonder, snap je? Is iets raars. Als je met mij nu over straat rondloopt, even in de stad of zo, we gaan daar niet normaal kunnen stappen, broer. Niet ja, meer. Super vervelend. Ik weet er alles van, man. Vervelend, maar is leuk, broer. Is leuk, man. Is zeker positief. Nee, maar dat betekent dat je het goed doet, man. Ik voelde me bezeten, want ik wist niet wat ik moest doen. Vloes uit zijn feesten, de dingen die doen je niks goed. Ja, puur vergeef me, want ik wil niet naar de hel toe. Geef me nog een kans, dan beloof dat ik het goed doe. Ja, man, en je weet het, man. Je hebt het waarschijnlijk wel in de gaten gehouden op 101 Bars. Dat zeker, als je over een miljoen gaat binnen 3 maanden, ja. Komt die trofee naar je toe, weet je. En ik dacht, je bent de eerste Belg die sowieso over de miljoen is gegaan. Klopt. Volgens mij ben je ook de eerste Belg die in Nederland gewoon echt geaccepteerd wordt. Dus sowieso proficiat met thanks, dat. En dan, ja. Thanks, man. Je weet toch, bij deze man, bro. Gefeliciteerd, man. Je eerste 101 bar video trofee, man. Dit is iets om trots op te zijn, bro. Dank je voor deze. Zelf had ik niet verwacht, bro. Snap je? 4 maanden geleden waren we nergens. Snap je? Nu staat Rotjoch hier met de trofee voor mij. Ik keek op naar hem. Ik keek op naar die artiesten die gingen naar 101 bars. Oh, dit is het trots, man. Thanks, ja, man. Gefeliciteerd, man. Dank je voor en het is je gegund, man. Thanks, man. Ik ben ook gek. Ja, man. Ik ben nu in Den Haag. We gaan een trofee uitreiken aan Frenna. Je weet hoe laat het is. Anyways, we zijn nu op locatie X. Hier is de studio van SFB. En hij weet van niks. Gabi weet er wel van. Je weet toch. Dankzij hem zijn we hier, maar we gaan het ding uitreiken aan Frenna, man. Ja, ik pak weer de jack, check, check. 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 Zie Gucci is back, free. Maar meestal dragen we die tekst. Hoe is het? Goed, man. Ik kon hem al verwachten, je wist dat hij eraan zat te komen. Wat? Je 101 bars trofee. Vanwege sowieso een keiharde sessie. Gang. Waar een paar nieuwe hits zijn geboren. Ja. Je weet toch? Dus namens 101 Bars, namens mezelf. Gefeliciteerd, man. Ik kan niet falen nu.
stonden in de regen zonder paraplu. De honger hield me wakker, maar we choppen nu. Vroeger was ik scared, maar nu wordt mijn vader meer. Let's go, hey, blessings, blessings. Yo, big shout out naar jullie allemaal. Dank jullie wel voor de support, dank jullie wel voor het kijken. Big shout out naar de whole gang, SSP, La Familia. Big shout out naar Yves van APF. Big shout out naar Robin Rex sowieso. Shout out naar Ron. Laat me gewoon shinen. Laat me genieten van alles na al dat grinden. Laat me gewoon shinen. Laat me genieten van alles na al dat grinden. Laat me gewoon shinen. Hi, 101 Bars Awards Trophy shit, Mattie. Dikke SO naar 101 Bars, dikke SO naar Rotjo. Thanks naar iedereen die naar mijn sessie heeft gekeken. Thanks naar alle fans. Binnenkort komt een gekke shit aan, ik ben bezig met mijn album. Rambo Alkmaar aan Mattie, hè? Paspoort en als die kogels vliegen, heb je niks aan je paspoort.